verzekeren van de persoon of personen waarvoor de afspraak wordt gemaakt. U moet rekening houden dat alle velden met een streepje erachter verplicht zijn ingevuld moet worden. De gegevens die ingevoerd moeten worden zijn geboortedatum, geboorteland, voor- en achternaam en telefoonnummer. Wilt u een e-mail ontvangen met uw afspraakgegevens en een herinnering een dag voor uw afspraak? Vul dan uw e-mailadres in. Hiernaast is het erg belangrijk om de juiste cedula-nummers in te voeren. Nadat alle velden heeft ingevuld, vraagt het systeem om de afspraakgegevens te bevestigen. Het systeem geeft een uniek afspraaknummer. Het is handig om deze te bewaren en op de dag van de afspraak bij de receptie te melden. U kunt daarna ook een printout maken van uw afspraak.